Hey Gengo Squad, welkom bij de nieuwe video. Ik krijg van veel mensen de vraag wat ze nu exact best kunnen kopen. En daarom dacht ik eigenlijk deze Mail Day video te maken. Dus we hebben als eerste ook de Secret Santa van de Discord groep. Daar hadden we de prijzen vastgelegd op 30 euro en op 60 euro. De eerste had ik van Winston gekregen. Dat was ter waarde van 30 euro. Een paar leuke Tag Team All-Star kaarten. Wat holo's ervan denk ik ook, ja. Deze drie leuke promo's. Altijd leuk om iets uniek te hebben met zo die holo van bij de promokaarten. Een Dark Persian promokaart, niet in de beste staat. Nog altijd een leuk cadeautje. Een Dark Colbert, een Rocket. Ook niet super, maar met een vintage kaart kun je daar nooit echt iets mis mee doen. Dan heb ik ook nog een booster pack gekregen. Normaal heb ik daar niet al te veel geluk mee, maar nu toch een holo. Dus zeker blij mee. Dan het andere was van Matty van de Discord. Even zien dat ik het juist niet pak. Ja, je woont hier een paar straten verder, dus je ziet dat gewoon in de bus komen steken. Hij is zelf bezig met zijn Japanse baseset in PSA te collecten. Hij heeft mij al deze twee gestuurd die hij nog over had, denk ik. Niet de beste Blastoise, maar nog altijd baseset Blastoise. Chansey. Toch al wat beter. En dan hebben we ook nog een PSA 9 Venusaur van Expedition. Dus dat is van de Discord, de Secret Santa. Dan heb ik ook nog vanuit Amerika een special delivery Pikachu laten komen. Centering is niet top. Ook heel veel miserie met de douane. Ik had het gekocht voor ik denk $55. De persoon had er waarde van 80 op geplakt. Nog 40 euro douanekosten mogen bijbetalen. Dus dat was niet echt ideaal. Dan heb ik ook nog eentje van een crypto Steelix gekocht, ook van de Discord. Die was eerst Kabutops'en aan het sparen, maar dan uiteindelijk toch mee gestopt. Dus ik heb die hij niet moest hebben overgekocht. Zou normaal in heel goede staat moeten zijn. Ik heb hier €25 voor betaald. Ah, hier kan ik de staat niet van direct zien. Maar zeker heel leuke kaarten, de reverse van de EX era. Ik ben nu zelf mee bezig met die holo's daarvan allemaal te collecten. Dus ik ga zeker goed in de collectie komen. Ja, ik heb gewoon alle pakjes opengeknipt. Ah, voilà. Deze heb ik gewoon in een veiling, dacht ik. Op de Facebookgroepen. Zodat ik te zien dat er staat. Zou normaal gezien redelijk goed moeten zijn. Ik hoopte hem te kreden. De holo is al bijna niks te zien. Ook geen denser in. Dus hopelijk dat er niet te veel whitening is. Ja, dat ziet er prachtig uit. Hier misschien een klein dingetje. Oh, maar dat is zeker een kandidaat om naar PSA te sturen. Dan denk ik dat de volgende ook nog van een Facebook veiling was. Dat is leeg. Een Crawdaunt EX. Ik heb een beetje een miskoop meegedaan. Ik heb €25 betaald. Op het eerste zicht leek de achterkant wel oké. Een beetje crashes, dus nu met licht dat heel hard opvalt. Maar als we beter kijken, daar zien dat de camera wilt focussen. Dat wil op mijn vinger focussen, maar dus de hoogte, ja, daar is een klein crashje, deukje. Ik wou even de verkoper contacteren, maar op de foto was het eigenlijk duidelijk zichtbaar. Dus mijn eigen fout. Altijd goed de foto's bekijken, desnoods meer foto's vragen als je niet zeker bent. Dat is iets wat dan nog maar eens duidelijk wordt natuurlijk. Dus dat zijn al sowieso leuke dingen, vind ik, om te kopen. Het hoeft niet altijd het duurste te zijn om leuk te zijn. Ik heb ook een heel setje van de
Eleventh Movie in Japan gekocht. Dus zal die even allemaal tonen. Ik heb die ook vanuit Japan nog sealed gekocht. Maar ik zag deze ook verschijnen. En ik dacht, ik wil sowieso de PSA 10 set gaan. Dus dan kan ik maar beter zorgen dat ik wat meerdere exemplaren heb. Ik ben zelf ook bezig met die van de 10e film te maken. De PSA 10 set te vervolledigen. Ah, deze Pikachu is prachtig. En daarvan heb ik nu alles in PSA 10 buiten de Celebi. Daar heb ik een 9 van. En de Darkrai een 6, jammer genoeg. Zelfs iemand die heeft, laat maar weten. Ah, echt leuk setje. Ja, het is 80 euro was of zo. Zoiets, in, zoiets ongeveer. En dan heb ik ook nog bij de grote sale van Dave. De meeste kennen die denk ik wel. Heb ik redelijk wat geclaimd. Ik heb ook een mystery box van 200 euro erbij gevraagd. Drie zijn kaarten. Drie zijn in de Discord. Zijn kaart zitten er ook bij. Dus ik weet eigenlijk zelf al een deel wat ik allemaal heb gekocht. Ik hoop dat alles erin zit. Dus ik denk ook dat hij de drie grootste claimers iets extra had gegeven. Dus vandaar denk ik dat deze dingen erbij zaten. Ik zal straks de booster open doen. Ik ga eerst even alle pakjes eruit halen. Dus we hebben een die cut kaart. Dat is, die komen in de evolutielijn allemaal naast elkaar. En dan kun je die mooi in elkaar klikken om zo te zeggen. We hebben ook wat tops kaarten. Zeker leuk om iets om gewoon te hebben. Ik heb zo'n setje wel volledig al liggen, maar het is niet wat ik echt persoonlijk collect. Dus deze ken ik persoonlijk niet echt. Dat zijn volgens mij van de Advanced Tops kaarten. Van de latere generaties. Voilà. Zo. Dus deze heb ik echt totaal nog niet bekeken. We zullen wel samen zien wat dat zal zijn. Ik zal eerst de booster open doen. Nooit een sleeve booster open gedaan. Dus. Voilà, geen vlotjes. Hij heeft hier wel een beetje iets raars, maar dat zal wel. Dave gaat geen feedbacks verkopen, denk ik. Dus. Alhoewel. Ziet er mij wel een beetje raar uit. Maar we zullen direct zien. Het is lang geleden dat ik Burning Shadows heb geopend. Nou, het is een groene code card. Het zal sowieso al niet te vet zijn dan. Horsey, Venipede, Sandcast, Darkrai Reverse. En Raticate. En de laatste in comments. Als iemand de codecard wilde hebben, gebruik maar. Voilà. Dus dat is geen al te goed pack. Ik zal de rest er niet open doen. Ik denk dat dit drie zijn kaarten zijn. Ik ben niet zo fan van de E-series. We zullen ook even showen, ik denk dat het ook wel mag. Volgens mij is het papiertje dat er van Dries is. Ja, het zijn Dries zijn kaarten. Champ. Zie dat, dat is de reverse, dacht ik. Ja, het is niet zo goed te zien. Voilà. Raichu. Oh, prachtige Plains Moltres. Corsola, ook reverse. Shiftry. Hier heb ik zelf ook nog een bot op gedaan, denk ik, op de sale. En Dries was mij dan voor. Of ik had de foto aan de achterkant gevraagd. De Lepros van de Pin Collection Boxes. Nidorino. Ah, ja, dat moet Nidoking uitgekocht. Grimer.
Dark Ivy zo, Best of Promo. En Misty Sidra pre-release. Ik ga deze even hersleven voor Dries. Want dat ziet er. Ja, dat ziet er niet zo goed in. Zeker alles in topconditie houden. Er zitten wel wat crashes op. Voilà. Ik ga straks bij zijn kaarten liggen. Hij koopt redelijk wat bij mij, dus ik heb altijd wel nog iets voor hem liggen. Zo, en ik denk dat dan de rest allemaal mijn kaarten gaan zijn. Is deze de mystery pack van €200, dus hopelijk zit er wat goed in. Ik heb ook vooral gevraagd om echt minte kaartjes te geven. Ja, deze is wel iets minder hier van boven, maar nog altijd wel oké. Tentacool reverse, Oddish reverse. Echt leuke kaarten, wel die reverse. Ik vind vooral die met de setnaam erbij, vind ik het allerleukste. Je snel deze staat bekijken. Ja, dat is niet wel heel proper. Daar ben ik wel blij mee. Het is tegenwoordig echt moeilijk om deze kaarten perfect in mint conditie te vinden. In die sale waren er echt wel prachtige kaarten bij, dus. Van Fire Red Leaf Green deze. Persoonlijk geen fan van deze reverse. Maar ja, het is een mystery box. Ik kan er niet alleen maar perfecte dingen in zitten. Hè. Wel perfecte achterkant, denk ik. Een Luna Toon. Een printlijn. Ja, ik denk dat het een printlijn is. Voor mensen die niet goed weten wat dat een printlijn is. Hier zie je perfect zo'n lijn dat eigenlijk geen kras is, maar een foutje van de printer. Reverse Sonic Cast Form. Nou, mooie energy. Nog wat EX Team Rocket Reverse. Ludicolo. Oh, dat is een sealed promo. Dat is wel nice. Misschien straks eens uitknippen en opsturen. Dodrio. Hypno. Oeh, Magneton. Heel nice. Een Shinx Reverse. Oeh, een Shiny Shinx denk ik zelfs. Dat is van Platinum Series. Ah, en die... holos van de Hard Gold Soul Silver Era vind ik echt prachtig. De mindere art, maar de holo vind ik heel leuk. Zien de staat is ook net iets minder, maar die zijn echt verschrikkelijk moeilijk te vinden in goede staat. Een tijdje geleden kon je de holos van Hard Gold Soul Silver gewoon nog kopen voor wat was het? 30, 40 euro. PSA 9. Die zijn helemaal ook omhoog gegaan. En deze zijn denk ik voor de rest mijn aankopen, tenzij de mystery pack nog niet volledig af was. Misschien dat deze nog bij de mystery pack hoort. Dat ziet er mij... toch een reverse. Soms heel moeilijk te zien. Bij de eerdere EX-era sets hadden ze eerst, zoals die Vaporeon van de straks, nog een reverse foil helemaal. En dan gewoon zo een beetje. En dan zijn ze ook de setnaam er beginnen bij te zetten. Dus ze hebben wat veranderd middenin eigenlijk een era. Om dan toch een beetje nieuw, want dat was een hele lange reeks. Ik denk zelfs een 15 sets of zo. Zelfs meer. Dus ja, hier heb ik heel veel. Je zult wel zien wat ik vooral koop. Dewgong, Nidoking, prachtige kaart.
Moet je zien naar de achterkant. Hier een wit puntje, maar voor de rest echt clean, clean, clean. Je hebt ook altijd wel wat meer betaald dan marktwaarde, maar als je ze wilt graden bij PSA, dan kun je beter iets wat meer betalen. Met Champ, Heracross, oh, die Delta Species kaarten. Als ze dubbele energy type hebben, vind ik echt geweldig. Shift 3. Oh, 3 zet hij ook, dus in dat ik nog een reserve ook had gezet en dat Dave die er gewoon heeft bijgevoegd. Banette. Team Aqua vs Team Magma vind ik ook heel leuke kaarten. De logo is iets anders, het zijn die kleine dingen dat het dan doen. Zeker omdat er zoveel kaarten zijn. Ik ben ook wel Japanse holos, oude Japanse holos aan het kopen. Ik ga die ook even snel versleeven. Ik ben echt geen fan van dit soort sleeves. Gewoon deze sleeves zijn the way to go. Zit de kaart lekker diep in, kan die er moeilijker uitglijden. Ja, hier ook, maar ik ga niet alle kaarten eerst sleeven. Maar dit is de Heracross. Die ook weer. Nee, het is nog gewoon. Het is op de. Het is niet op de kaart. Maar het is echt prachtige conditie. En daar moet je gewoon wat meer voor betalen. Ik heb in totaal voor alles een €600 betaald. Dus het is wel wat. Even door deze box toch. Deze met kerstmis kon ik niet laten liggen. Een klein dingetje in de hoek daar, denk ik. Maar ik kan er allemaal mee door. Een Crobat. Het zou geen Mail Day zijn als er geen Gengar bij zat voor mij. Dus enorm leuk. Jumpluff en Neo. Nog eentje. Steelix. Bellossom, Solrock, Roselia, Beedrill, Pidgeot. Deze was vroeger een van mijn betere kaarten. Ik had de gewone holo op de speelplaats vroeger. Dus deze blijft altijd wel speciaal. Claydol Reverse, Claylee, Walrein. Ik denk aan de Elite Four. Celemijn zat ik ook vroeger, vandaar dat ik die heb gekocht. Dat is denk ik de gewone non-holo. Hier nog zo'n Team Magma vs Team Aqua kaartje. Gewoon echt prachtige kaarten. Als iemand die in mintconditie verkoopt, laat maar weten. Altijd bereid om er wat meer voor te betalen als ze echt in perfecte staat zijn. Voilà. Dan heb ik denk ik nog het laatste pakje. Ziet er mijn PSA kaartje uit. Ik kan me niet herinneren dat ik een PSA kaart had gekocht. Dus misschien dat dat nog deel is van de mystery box. Volgens mij heb ik deze wel al. Ik zal geen 10 hebben met de centering, maar een 9. Ik spaar toch alle holos gewoon in een 9. Dus zalig. Een EX Unseen Forces. Enorm leuk. Dus ja, mensen die ook nog vragen hebben over de PSA-service. Deadline zal waarschijnlijk 25 januari zijn als je pre-grades wilt. Als je er geen wilt, dan is het gewoon 31 januari. Website komt snel live. Graded Gem heeft een beetje last met de website volledig op orde te brengen. Maar de prijzen weet ik dit weekend al. Dan ga ik het zeker op Facebook laten weten en ook in de Discord. Ik zal de links hier ook nog onder zetten. Zodat jullie zeker beide kunnen joinen. En dan zie ik jullie wel, als jullie vragen hebben, liefst in de Discord. Privé krijg ik echt al te veel vragen. Dus als je in de Discord gewoon PSA vragen, gewoon je vragen daarin stellen. Er zijn veel mensen die je nog kunnen helpen. Stay tuned voor de volgende video's. En zeker liken en subscriben. Salut!